3.3 Expert Mode. Ik ben er weer. Zelda Player 20, Stevie, terug met een nieuwe aflevering. En de crates die rollen binnen. In de vorige aflevering hebben we heel erg in de hel gezorgd tot we daar onze plaats al klaar hebben. En tot we dus, ik weet niet hoeveel ruimte hebben om dus de Wall of Flash. En niet te vergeten is er in de vorige aflevering ook nog iets heel ernstigs gebeurd. En in deze aflevering dacht ik bij mijn eigen van het is tijd om te voorbereiden op de spoilerwereld dat dus gaat komen. En waarschijnlijk al de volgende aflevering. Dus ja, zoals je kan zien, ik ben enorm aan het vissen en ik ben dus aan het vissen voor crates. En we kunnen precies zien wat we nu aan de haak slaan. En dat heeft te maken met de potions die wij dus op het moment binnen hebben gekregen. Zoals de Sona Potion, die vertelt precies wat we binnen kunnen krijgen. De Crate Potion, die zorgt ervoor dat we meer crates kunnen vangen. En dan hebben we ook nog de Fishing Potion, die onze skill ook nog eens een keertje omhoog gooit, de Fishing Skill. Dus ja, dat zijn hele fijne potions om natuurlijk te hebben. En ik bedoel, serieus, waarom zou je hem binnenhalen als je al ziet dat je iets niet wil hebben? Ik bedoel, wij zijn aan het crate vissen. En ik heb 60 bait, dat is al het bait wat we op dit moment nu hebben verzameld. Ik heb heel veel potions. En ik hoop dus zoveel mogelijk crates binnen te gaan halen. Dus wat ik ga doen... Een balloon pufferfish. Nou, daar heb ik geen zin in. Maar wat ik dus ga doen is... Ik ga hier dus even vissen. En dat wordt waarschijnlijk een best een lange tijd. En overdag moeten we dus... wel rekening houden met dat we natuurlijk ook nog de fishing quest doen. Op het moment dat we die kunnen doen. Want we hebben nog één item nodig voor de fishing quest. En hoe meer crates, hoe beter. Nou, kan ik jullie heel eventjes vertellen over de crates, wat dus heel erg belangrijk is om te weten. In gewoon default water, zoals hier, kunnen we dus wooden crates, iron crates en golden crates vinden. De wooden crates die zijn leuk, iron crates daar zitten betere stuff in en de golden crates die zijn extremely rare. Daar hebben we er nou wel 3 van geloof ik. Ik heb er nog één keertje ergens één te pakken gekregen, maar goed. Dan heb je ook nog de Sky Islands. Daar kun je een Sky Crate krijgen. En in een Sky Crate zit altijd een item wat er dus in die kistjes zou zitten. En ik moet eventjes mijn potions herversen, want anders krijgen we geen dings meer. Maar goed, dat is dus, ja, daar kunnen Sky Crates in zitten. En daar zal dan altijd een Sky Island item in zitten. Zoals bijvoorbeeld Star Fury of een Horseshoe. Of iets wat er zeg maar in de Sky Island zou kunnen zitten. Dan zou je ook nog de Crimson Chest kunnen krijgen. Die zit altijd vol met... volgens mij de Crimson Ore of... waarom heb ik een bass gevangen? Maakt niet uit. Met die ores dus die daar te vinden zijn. Volgens mij ook de items die je uit zo'n Shadow Orb kan krijgen. Dit werkt trouwens ook zo in de... ik zei Crimson, hè? Dit werkt zo in de Crimson. En bij ons is het de Corruptie. Sorry. Dan heb je ook nog de Dungeon Chest die je kunt vinden. Alleen maar in wateren van de dungeon. Daar kun je dus de Dungeon Chest vinden. En daar kun je dus items vinden vanuit wat er dus in dungeons te vinden zou zijn. Zo heb je verschillende chests die je dus kan vinden. Maar ja, de gewone... De chest, voor mij nou, de crates die je kunt vinden. Maar de crates waar wij dus voor gaan, dat zijn gewoon de normale wooden, golden en iron. Of ja, eigenlijk een beetje meer de wooden, de iron en de golden. Goede volgorde zeggen. Dus ja, ik ga je gewoon zoveel mogelijk proberen te vangen. En ik laat jullie wel zien wat dan het, wat de uitkomst daarvan is. Golden crate! Oh, oké, alsjeblieft. Blijkbaar was de quest van de dag de dirtfish. Is de vis die ik vang op het moment dat de dag begint. Wauw. Oké, ik heb nog niet echt uitgelegd hoe dat fishing power eigenlijk precies... Ja, ik had het even warm. Maar hoe fishing power precies werkt. Fishing power die werkt als volgt. Hoe hoger je fishing power, hoe kleiner de kans is... Dat je fishing bait, zeg maar, consumeert. Dat je dus vis, dat je je aas, je bait gebruikt. Wat je vangt
heeft totaal niks te maken met fish power. Ja, op het moment dat je onder de 30 zat, geloof ik, of onder de 40, dan kun je dus garbage te pakken krijgen. En ja, garbage, dat zijn dus seaweed of een oude schoen of dat soort dingen. Dus daar moet je wel rekening mee houden. Maar hoe hoger je fishing power, hoe beter dat het is. En volgens mij maakt het boven de 100 niet echt zoveel meer uit. Maar ja, en de tijdstippen die verschillen ook nog eens een keertje hoeveel fishing power dat je op het moment hebt. Zoals je nou ziet, we zitten nu op 135. Dat komt omdat het in de vroege ochtend is. Dus ik zit zeker in de vroege ochtend. Maar dadelijk, ik geloof dat als het dadelijk ergens rond 9 uur is, dat de fishing power weer omlaag gaat. En regen, dat is ook nog eens een keertje beter. De stand van de maan, die zorgt er nog eens een keer voor. Dus je kunt op zich heel erg snel heel veel potions te pakken krijgen. Nog één ding wat ik heel eventjes wil zeggen over het vissen. Ik voel mijn eigen nou net Mume hier. Echt pro fisherman ondertussen. Dat zijn allemaal trucs en tips die ik van hem heb geleerd. Op het moment dat je dit aan het doen bent. Dat je echt aan het kreetvissen bent. Zorg ervoor dat je de onbreekbare lijn hebt. Ik bedoel, een betere haak is altijd leuk. Dat je je bait minder consumeert. Daar heb je ook een item voor die hij kan geven. Ook hartstikke leuk. Maar ja, niks is zo pijnlijk als te zien dat je een golden crate aan de lijn hebt. Je haalt hem binnen en je lijn knapt. Dus zorg er echt voor dat je dat ding hebt. Dat is een van de belangrijkste dingen om te pakken. Dus, maar goed, ik vis nog heel eventjes verder. Yeah! Wauw! Ik heb laatst in de comments heb ik nog gelezen van de Let's Play vloek. Wil dit zeggen dat voorbij was? Met gisteren wou ik zeggen, of gisteren bijna, met de vorige aflevering heb ik eerder zoiets van, nee, de Let's Play vloek is definitely nog niet voorbij. Maar in deze aflevering heb ik weer zoiets van, wauw, ik heb nog nooit zoveel golden crates gevangen. Ik bedoel, dit is nog steeds die ene dagcycle van Dirtfish. En qua crates gaat het echt ongelooflijk goed. Volgens mij zitten we nu al op 6 golden crates. En dan hebben we er nog 2 in basis liggen. En 48 wooden crates, nogmaals, die wil je gewoon zoveel mogelijk hebben. Dus gewoon lekker door blijven vissen. Want ik ben ook van plan om nou door te blijven vissen totdat mijn crate potions op zijn. En ik heb er nog geloof ik 6 of zo. Dus ik heb nog wel eventjes wat te vissen. Maar hoe meer crates dat we binnenhalen, des te beter. En dan zullen we allemaal wel zien wanneer dat we in spoilers mode komen. Dus, maar damn, wat hebben wij een geluk met de golden crates. Wauw. En de laatste encounter, een zalm. Heel erg jammer. Nou, we hebben, ja, ik ben om mijn crate potions heen op het moment. Helaas. Maar, ik bedoel, 7 golden chests. 79 wooden en 31 iron. En dan hebben we nog de chests die natuurlijk anders zijn gevangen. Dus op zich hebben we het niet verkeerd gedaan. Zeker eigenlijk een hele goede opkomst. Ik moet nou heel eventjes nog naar de Tundra Biome toe. Om daar heel eventjes de quest van de dag op te gaan halen. Dus die moeten we sowieso nog heel eventjes meenemen. Maar op zich, ja, oké, okay, ik ben niet zo al oud gegaan als dat ik in mijn testfile ben gegaan. In mijn testfile had ik gewoon over de 200 wooden crates. Maar hoe gek dat het ook klinkt, daar had ik echt maar zo'n, oh, never mind. We krijgen hier nog een wooden chest bij. Oké, okay, daar heb ik geen problemen mee. Maar hoe raar dat het ook klinkt, maar daar had ik echt maar 3 golden chests of zo. Ik heb echt heel veel, weer een chest, wauw. Ik heb echt heel erg veel geluk gehad met alle chests te vinden eigenlijk. Dus nou, als we hier heel eventjes nou snel de dagquest kunnen gaan halen, dan denk ik dat we eigenlijk helemaal klaar zijn en voorbereid. Ja, de pengfish, daar is hij hoor. Nee, dat we helemaal voorbereid zijn. Ja, ik zou nog wel heel eventjes kunnen gaan vissen, maar ik heb genoeg gevist ondertussen. Waar is mijn Magic Mirror? Daar is die. En nou zou het heel erg leuk zijn als Mume de Weather Radio daarvoor wil geven. Dan ben ik een heel blij konijntje. Dus dan zou ik echt heel blij zijn. Dus als ik die nou eens heel eventjes zou willen geven, laten we daar gewoon heel eventjes op hopen. We hebben nog heel veel bait over. We hebben de Master Bait nog niet eens nodig gehad. We hebben de Jeremy Bait nog niet eens nodig gehad. Dus ja, echt heel weinig bait maar gebruikt. Oh, Mume! Waar ben je? Ben ik jou alweer voorbij gelopen dan? Sta aan deze kant. Ach, staat er een deuropening. Crate potions. Ja, we zouden dan voor meer crates kunnen gaan. Maar ik denk dat we nou op zich wel goed zitten met crates. En zo niet, dan kunnen we nog altijd wel eventjes doorvissen. Ook al wordt het dan iets gevaarlijker. Dus eventjes de potions, die gaan we heel eventjes hier terug. De bait gaat hier weer heel eventjes terug. Ik denk dat ik de kleine bait gewoon bij me hou. Mocht ik willen vissen. En ja, ik heb de balloonpufferfish, die heb ik gevangen. En de frogleg, die zorgt ervoor dat je hoger kan springen. Maar die heb ik gewoon voor de lol even gevangen. Om gewoon toch heel eventjes te laten zien dat ze er zijn. Maar goed, nou ben ik heel erg nieuwsgierig. Hoeveel crates hebben wij nu in totaal?
We gaan heel even quickstacken. En de zenvis, ja, die mag dan ook in de mummiekist. Wij hebben een totaal van 98 houten kistjes. 36 iron en gewoon 9 golden crates. Hier kan echt heel erg veel goeds in zitten. Maar we openen ze pas natuurlijk op het moment dat wij in hard mode zitten. En dat zitten we op dit moment nog niet. Dus ja, met alles gedaan te hebben, denk ik dat het nu tijd is om... nog het allersaaiste te gaan doen wat ik vergeten ben om te doen. En nog eigenlijk moet gaan doen. En ik zeker op screen ga doen, want dan wil ik jullie niet meer lastig vallen. Omdat het heeft weer te maken met iets te bouwen. Yay. Wat namelijk nog gedaan moet worden is... wij moeten hier nog naar boven. We moeten nog een railroad skybridge maken richting de jungle. Dit in verband met dat het later heel erg gevaarlijk gaat worden om gewoon over de grond heen te blijven lopen. Dus ja, je wil echt een skybridge maken... naar beide kanten toe. Jongens, ik doe dit heel eventjes offscreen en ik zie jullie daarna alweer. Oké, nou, we hebben in ieder geval daar nu ook een heel stuk hier gemaakt. Tot het daar zo mooi naar beneden gaat. Hartstikke leuk, hartstikke fijn. Er is geen ontkomen meer aan. Het is tijd. Voor de Wall of Flesh. Dus... waarom heb ik hier twee banners waar ik niks mee doe? Mag ik die heel eventjes nog houden of verkopen? Oké, dan nog heel eventjes snel ons geld eventjes wegsteken. Wil je heel even aan de kant gaan? Wil je misschien heel even aan de kant gaan? Wil je nu aan de kant gaan misschien? Nu? Nu dan? Ga weg! Gaan ze hier rock, paper, scissors zitten te spelen. Oh, mooi. Nou, geld is ook aan de kant gezet. Ik heb mijn hard lanterns, zodat we die daar kunnen plaatsen. En wat dus ook heel erg belangrijk is om dat dus even te doen, is... dan heb ik geen torches meer, maar dat maakt niks van uit. We willen heel erg veel campfires over dat hele gebied heen plaatsen. En wat ook heel belangrijk is, is om al onze potions te pakken. Extra verdediging, extra swiftness, iron skin potion, potion of regeneration, archery potion, thorn potion. Hebben we nog meer potions die we eventueel kunnen... hard reach potion, heel erg belangrijk in deze. Invisibility potion, danger sense, flipper potion, featherfall hebben we niet nodig, water walking hebben we niet nodig, hunter potion, night owl potion hebben we niet nodig. Mining potions, allemaal potions die we niet nodig hebben. En oh, nou dat we toch op de subject even bezig zijn... als ik me niet vergis, hebben we ook nog pumpkins. Want ik was om een pumpkin vlaaien heen, hè. Dus even gelijk er weer voor zorgen dat we weer wat pumpkin pies kunnen maken. Waar staat die? Waar staat die? Pumpkin pie. Nou, hier. En even wat pumpkin pies. Ik bedoel, serieus, die zijn gewoon een must. Potion. Builder potion hebben we niet echt nodig. Heb ik genoeg pijlen? Ja, op zich heb ik wel genoeg pijlen. Ik heb nog extra kogels daarvoor. Plus, ik heb mijn rootless gun. Maar ik denk dat we wel goed zitten qua pijlen. Want we gaan voor de bee approach. Ik denk dat ik zelfs gewoon de shoe, de warding frost boots. Ik weet dat we daarmee kunnen vliegen. Maar vliegen, daar komen we toch niet echt ver mee. Dus... ja, of trouwens de ballon. Want echt, mijn springen komen niet echt ver mee. Dat is wel een bijwording. Ik bedoel, het is toch een battle met Jolteon, dus. Maar ja, op het moment dat... ja, falling damage zullen we toch niet krijgen. Dus ik denk dat we inderdaad... ik bedoel, we nemen Jolteon mee. Dat is 100%. Daar is geen twijfel over. Maar dan hebben we de running boots niet nodig, omdat dan hoeven we niet te rennen. Dus op zich kunnen we met Jolteon flink goed rennen. Dus ik denk dat dat eigenlijk het verstandigste is. Plus, ik wil daar toch zoveel mogelijk campfires neer gaan zetten. Jongens, tot we nou al gewoon de Wall of Flesh gaan doen. Oké, een beetje op dezelfde manier proberen die fireplaces hier even neer te zetten. Kom op zeg! Spel, ik wil gewoon... mag ik de Wall of Flesh nou gewoon gaan verslaan? Punt is, er zijn nog dingen die we nog nodig hebben van die gast. Eens even kijken. Op zich rem je dan best wel snel af. Maar je bent te snel. Aan de andere kant.
Ik weet niet. Ik denk dat het toch wel de ballon gaat die weggaat. Eens even kijken. En dan heeft hij ook nog niet eens iets boeiends. Nee, ik denk toch inderdaad dat de ballon het beste is om weg te halen. Oké, niet nu op het moment. In verband met falling damage dan, maar... Ik bedoel, op sommige punten is het wel handig om... Waarom loop ik eigenlijk deze kant op? Op sommige punten is het toch wel handig om de snelheid te hebben. En ik denk niet dat we... Kijk, de double jump hebben we niet nodig. We hebben de hoverboots. En we hebben onze bunny die zorgt ervoor dat we geen falling damage kunnen nemen. En dan zijn we zowel... Nou ja, bunny. Jolteon, sorry. Dus ja, laten we Jolteon maar gelijk eventjes equippen. Want anders krijgen we de falling damage en dan is het splash. En dan liggen we helemaal over de vloer bezaaid. En dat is niet echt prettig, denk ik. Goed, ik zie jullie als we de Wall of Flash gaan oproepen. Oké, jongens. Het is zover. Favorite of? En oh, hi. Doei. Natuurlijk komen we nou, ik weet... Jesus! Vier? Nou ja, zolang dat ze daaronder zitten, kunnen ze mij niks maken. Hoi, wil jij ook alsjeblieft even weggaan? Dory zeg. Ik probeerde eigenlijk op full health te zitten. Maar ja, we zitten nou behoorlijk goed op health. We gaan het gewoon doen. Oké, buff. Laten we eerst heel eventjes dit eventjes doen. Eventjes hun op afstand houden. De Wall of Flash in expert mode. Schiet, ik weet niet hoeveel lasers. Is extreem gevaarlijk, extreem dodelijk. En daar wil je niet mee lopen dollen. Ik gebruik de B-approach. Waarom? We hebben een hele goede B-setup. En daar wil ik het ook zeker mee gaan doen. Oké, laten we eventjes wat bommetjes gaan plaatsen. Oh, alle bijen die komen ons eventjes helpen. Oké, Jolteon, we hebben jou ook nodig. Oké, heel goed. We hebben genoeg bijen nu. Het nadeel is in de expert modus. Die dingen die regenereren. Oh boy. Oh, nee. Oké, uitgezoomd dan maar. Sorry jongens, ik kan er niks aan doen. Hun oogjes die zitten veel te hoog. Waarom zitten hun zo hoog? Ze kunnen niet aanvallen. Oké, dan. Dan maar zo. Dan maar zo. Oh boy. Oké, dan komt hij wat lager. Oké, die lasers, daar hoeven we ons niet zo'n zorg over te maken, gelukkig. Nou, op zich doen ze best wel decent damage nu. Ik vind het alleen zo jammer dat we nou zo uit... Nou ja, ik ken hem op ingezoomd set eventueel, dus... Maar ja, dan zien we de helft niet, dus dit wordt gewoon een uitgezoomde battle. Trouwens, ik kan het wel even fixen, denk ik. Als ik op escape druk heel misschien, en dan als ik op settings... Nee, het speelt gewoon door. Oké, het speelt gewoon door. Oh, oh! Dat ging wel heel erg snel. Ik had een heartbeat potion. Oh boy. Nou ja, we zitten goed, we zitten goed. Oké, regeneration doet het weer goed. Ik ga hem even uitzetten. Oké, even nog een paar die dingen erbij. Kom op bijen. We hebben hem bijna. We zitten nu op een punt dat hij extreem snel gaat. Oh boy. Dit is de reden waarom dat ik Jolteon bij me heb. Vanwege die snelheid waar hij nou mee aankomt. Moet je kijken hoe snel dat hij gaat. Oké, hij heeft nog minder dan 1000. We zitten nu op de helft. Oh. Precies op ons middenpunt. Oké, nou. We hebben hem een keer gehaald. Laat ik heel eventjes de setting even goed zetten. Ga weg, we hebben een victory momentje. Harley? Oh boy. Dit is al een niet zo goede situatie. Ga heen. Au. Oh, dat ding dat doet pijn. Dat ding dat doet heel veel pijn. Oké, hij is al neer. Oké, we hebben al gelijk Souls of Night te pakken. Nee. Oké! We zitten in hard mode. Ah, we hebben wel gelijk al de trofee te pakken gekregen van de Wall of Flash. En we hebben een treasure bag. Oké, die wil ik gelijk openen. Ik wou niet mee op praten, ik wou kijken wat we hadden. Oké, we hebben de Sorcerer Emblem. We hebben de Agile Clockwork Assault Rifle. Die is zeker goed. Die kan heel eventjes onze minigun eventjes
veranderen. En we hebben een Demon Heart. Daardoor krijgen we instant één keer één extra accessory slot. Heel erg handig. Het enige nadeel is, meest van onze equipment is nu niet echt meer handig om te gebruiken. Sterker nog, het meeste van onze equipment is helemaal niet meer handig om te gebruiken. Zo te zien zit onze wereld nog in een goede plek. Alleen de ondergronds hebben dus een groot probleem in verband met dat daar al gelijk ondergrond corruptie is. Maar ja, normaal gesproken doe ik dit later. Maar ik heb zoiets van, ik ga nou even mijn inventory kleren en we gaan gewoon die potions, we gaan die crates openmaken. Want hey, we hebben ervoor gevist, dus laten we dat even gelijk doen. Oké, nou, het is eindelijk zover gekomen, de unboxing van de crates. Ik heb zoiets van, laten we eerst eventjes beginnen met de houten crates, gewoon er even 30 van openmaken of zo, we zien wel. Gewoon openmaken die app. Oh boy, ik zie al heel veel leuke stuff. Heel veel tsunamis in een bottle. Laten we heel eventjes, als het goed is, deze kunnen we ook eventjes trouwens gelijk favoritten. Dat is geen enkel probleem. Nog gelijk deposit al, dan staat alles weer heel erg mooi daarin. Ik wil hem gewoon verder even openen. Nou, so far so good. En weer deposit al. Nou, we hebben best wel veel goede items en ik weet niet hoeveel cash dat we hier wel niet van krijgen. Oké, kunnen we weer deposit al doen? Ja, en dan zit hij al vol. Dus dan gaan we gewoon naar het tweede kistje. Deposit al. Ah, we hebben een eclet gekregen, wat leuk. Oké. Ik zou zeggen, doe eerst eventjes quickstack. Oh, dat werkt nog beter. Oké. Nog een keer even snel een quickstack. Dan gaan we naar de Iron Crate. Oh, dit is zo leuk om alles zo open te maken. Quickstack. Oh, heel veel nieuwe stuff alweer. Masturbate heel veel. Quickstack. Zit jij ondertussen ook al vol? Deposit al. Oké, we hebben er nog 4. Oké, en dan nou de gouden. Oh, dat zijn nog dingen die we nog... Oh, die passen daar niet meer in. 3 kistjes ondertussen al. Don't worry, we gaan alles natuurlijk wel verkopen. Oké, de gouden. Een sundial. Gelijk de eerste die we nodig hebben. Oké, heel veel bait zie ik. We krijgen heel veel gold bars. Ik zie cobalt bars. En oeh, orchicalicum. Weet ik het allemaal nog meer hoe je het uitscheldt. Oké, ik ben benieuwd hoeveel dat we allemaal wel niet nodig pakken hebben gekregen. En ja, dat gaat gewoon nog in deze aflevering, want ik wil het. Ik ga heel eventjes sorteren. Oké. Dit zijn onze tsunamis in een bottle. Dit zijn onze selfish boots. Een anker die ik kan gebruiken als aanval. En ik zie hier al gelijk een nieuwe hard mode. Want dat is de spoiler mode waar ik het de hele tijd over had. Maar er is al gelijk zo'n nieuw beest gespawnd. En daarom heb ik dus ook nou al mijn nieuwe zwaard toch maar eventjes geëquipt. Maar ja, aan die items. Ja, het tsunami in de bottle, hij is heel erg leuk. Maar we hebben al een cloud in de bottle in onze balloon. Dus ik ga die dingen allemaal verkopen. Nou, ondertussen zitten we al op 2 platinum coins. Want uit die kistjes krijg je dus ook geld. Dus ja, hier hoeven we ook niks van te bewaren gelukkig. Dus dit kan allemaal verkocht worden. Maar wauw, dat is een hoop. Dat zijn gewoon van de dingen daar we niks aan hebben. Oké, laten we verder kijken. Oké, volgens mij heb ik nou alles wel zo'n beetje gesorteerd. Alle kistjes die zijn nu leeg op het moment. Ik heb het meeste al in de potions kisten gedaan. Want echt, als je gaat kijken, we hebben nou zoveel obsidian skin potions. We hebben weer LPV, we hebben spelanker, we hebben weer swiftness. Het regent, ik weet het, we kunnen op Nimbus jacht. Maar daar is het nou... Ik moet eerst dingen verkopen en... Het heeft nou nog geen nut om op Nimbus jacht te gaan, want we zitten op het einde van deze aflevering ondertussen. Waarom moet het altijd gaan regenen op de juiste momenten tot het niet uitkomt? Oké, nou laten we in ieder geval eerst eventjes alles verkopen. Ja, ik verkoop health potions. De reden is... Het zijn de kleinste health potions, daar hebben we weinig aan. Heart radar, die kan ook weg. Shoddy dinges, mana, allemaal kan weg. Weg. Deze die is niet sterk genoeg, deze die is niet handig, deze is niet handig. Die mag weg. Beet wil ik wel houden. Eentje kunnen we verkopen, want de andere die willen we echt neerzetten. Dat zorgt ervoor dat we namelijk eenmalig een dag mogen skippen. Dus die zet ik hier zeker eentje neer. Wat nu het allerbelangrijkste is, wat we dus allemaal gevonden hebben, dat gaat voornamelijk in de bars zitten. We hebben 50 orchicalcium.
kan niet uitspreken. Ik ben er heel goed in. We hebben 27 Cobalt Bars. Mithril Bars. Palladium Bars. En Titanium Bars. Helaas is dit niet genoeg om daar nog stuk van te maken. Gelukkig daarentegen hebben we wel 74 Adamite Ore. Daarmee kunnen we al gelijk een speciale forge maken. Dat wil ik zeker al gelijk eventjes doen. Dus dan moeten we deze eventjes pakken. En volgens mij moeten we daar een speciale anvil voor hebben. Kunnen wij al een speciale anvil maken? Volgens mij van Mithril 15. Ja, Orgicalicum, daar hebben we genoeg van. Maar daar wil ik eigenlijk mijn armen voor maken. Als dat zou mogen. Ja, we kunnen er eentje maken, Mithril anvil. Dus die gaan we zeker eentje maken. Nou hoop ik dat dat... Ja... Deze dan maar hier neer. En Vol die komt hier. En ja, de Adamite Forge. Dat kan ook van titanium. Maar ik maak hem liever zo. Oké, nou laten we even al die oors eventjes pakken. Even gewoon alles even pakken. Zo. Om eventjes daar bars van te maken. Dat is het makkelijkste. We kunnen gelijk zien hoeveel bars dat we overal van hebben. Oké, we hebben nog 8 Adamite. 12. Oh, volgens mij kunnen we een heel Orgicalicum set maken, jongens. Oké, 12 Mithril bars erbij. Altijd leuk. Oké. Maar volgens mij hebben wij genoeg voor al een hele set. Dat zou gaaf zijn. Maar ja, eigenlijk wil ik dat bewaren dus voor de volgende aflevering. Want ja, het was alleen maar de unboxing daarvan. Of ja, de undozing moet ik daarvan zeggen eigenlijk. Dus, maar ja, het regent nu zo mooi en we gaan gewoon een bordje ophangen. We gaan gewoon een bordje ophangen van voor de Wall of Awesome Commons. En de volgende keer gaan wij hard mode exploren. Lijkt me hartstikke leuk. Dus snel naar de comment van de dag. En de comment van de dag... Oh. Hoe hang jij? Serieus, je moet zo hangen. Goed, de comment van de dag die komt van... Queena Gaming NL / Engels. En die had geschreven hashtag Shiny Stevie. Thanks! Ik wist niet dat ik ook shiny kon zijn. Bedankt voor die awesome comment! In ieder geval, welkom in de House of Awesome Comments. Heb je nou zelf ook het leukste momentje van deze aflevering? Laat het dan natuurlijk weten in de reacties. Als je daar de tijd voor hebt, laat een like achter natuurlijk als je daar de tijd voor hebt. We hebben de Wall of Flesh verslagen. Welkom in Hard Mode / Expert Mode. En in de volgende aflevering gaan we heel veel avonturen daarmee beleven. Ik denk jullie voor het kijken en nog een hele fijne dag gewenst. Dus ja, met dat gezegd te hebben... Tot ziens! Doei!